dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ronski's Adventures. Wat zie ik daar rijden? Dat is niks. Goedemorgen. Het is donker buiten. Het is bewolkt. Een klein windje. Dus we gaan meemaken. Vandaag hebben ze onweer voorspeld en regen en overal een vuurtje gaat het komen. Nou had ik gepland om vandaag een heleboel leuke dingen te doen. Maar door die regen ga ik dat eventjes omzetten. En nou dacht ik van ik ga even naar de plus toe om even een paar boekjes te halen. Kijk en dan sta ik bij de dijk en daar zie je die bui ook helemaal aankomen. Have a nice day. Thank you, you too. Zij is van Bulgarije en zij waren vorderingen. Dus ik zei wel netjes van, dat gaat niet door. En toen zei ze dat ze Engels sprak. Maar je ziet daar ook helemaal die bui aankomen. Kijk, want dat is de vaste kust, dat is vaste land aan de overkant. En boven het water zie je ook helemaal die donkere wolken aankomen. Dus dat gaat rot weer komen. Dus het lijkt me verstandig om vandaag gewoon lekker rustig aan te doen. En dan morgen de leuke dingen doen. Vandaag lekker rustig aan. Boekje lezen, biertje erbij. Vakantie. Houdoe. 3 hours later. Dag dames en heren, daar zijn we dan weer. We zijn dit keer in Koksdorp. Daar beginnen we onze dagtocht. En daarna achter, daar gaan we naartoe. Daar gaan we naartoe. Dat is de vuurtoren van Koksdorp, van Texel. De enige vuurtoren van Texel. Daar gaan we even naartoe. Gaan jullie mee? Kijk daar dan. Dichterbij komen we niet. De vuurtoren van Texel. Located in Koksdorp. Het is hier erg winderig. Ik kan niet voorstellen, maar vanmorgen is er een behoorlijke plens naar beneden gekomen. Nu heb je mooie blauwe lucht. En het water is ook. Kijk, daar heb je de zee, hè? Daar heb je de Noordzee. Dat is de kant van. Even kijken, de kant van Noordzee. Dus achter ons, daar zit Den Helder. Maar als je ziet hoe wild het water is. En die campers die willen daar naartoe. Maar ja, je ziet dat het gewoon hartstikke vol zit, hè? Zo druk is het dus. Nou, dan gaan we een stukje tegen de zon in kijken. Hier is weinig te zien. Hier is een restaurantje waar je heel lekker zitten kan. En zo zijn we dus weer bij de toren aangekomen. Ja. Die ga ik even kijken of ik die van dichtbij kan vinden. A few moments later. Zo, dan gaan we even kijken. We zijn aan de Koog. Dit is de andere kant van Texel. Hier moet als goed is een uitzichtpunt zijn, een uitkijkpunt. En dat moet een toeristische plek zijn. Dus dan gaan we even kijken.
paal 20, zie ik nou. Iets dichterbij bij de zee, bij de kust, bij het strand. Het strand is knap wild, hè? Hey, kibbeling, friets. Zien jullie trouwens hoe het restaurant daaruit? De dikke zeehond. Kom er maar eens op. More moments later. Dit is trouwens vliegveld Schiphol. Dit is trouwens vliegveld Texel Airport. We gaan even kijken waar die mensen allemaal naartoe gaan. Nou, dat is het paracentrum. Kijk, daar komt een tandemsprong. Er gaat een tandemsprong. Zo, gaaf zeg. Gaaf. Waar gaat die naartoe? Achter het gebouw. Kijk, er zijn bankjes, dat is mooi. Gewoon een mooi bankje pakken. We zien het er een paracentrum. Nou, dat kun je opgeven. De volgende tunnelpassagiers mag zich melden bij de Oranje Pion voor de tunnelinstructie. Dat zijn Roen, Juri, Joram, Marcella. Even kijken hoor. Zeker, ja zeker. Die beelden achter, die zijn wel heel erg vanzelfsprekend, hè? Ja. Wat kost het nu, zo'n sprong, tennissprong? Een sprong moet je rekenen op door de week €199, in het weekend €224. Dat is van 9000 voet en dan hebben we ook nog de 13.000 voet, dus dat is 4 kilometer hoog. Okay. Die kost €274 of €299. Ja, dat is wel neemt, toch? Ja. 4 kilometer aan beneden, denk ik. Ja, ja. Ja, zo hoog, ja. Zeker. Zul je zelf ook springen? Ja, ja. Ja, ik spring al 2 jaar, 3 jaar bijna. Ja. 220 sprongen heb ik nu. Hebben jullie nou vandaag druk met springen? Ja, we hebben wel druk op dit vandaag. Ja, maar dat komt omdat we vooral heel veel slecht weerdagen hebben gehad. Een paar weken terug was het natuurlijk, vorige week was het heel slecht. Dus wij moeten nu nog veel inhalen. Ja, vanmorgen was het ook hopeloos. Ja, vanmorgen was het ook even hopeloos, maar dat halen we allemaal in. Dus dat komt helemaal goed. Hey, top. Ik ga even rondkijken. Ga even lekker rondkijken. Zeker. Wel iedereen inchecken of heb je alles al klaar staan en is het alleen de betaling nog? Of ja, jullie mogen wel vast deze in. Het is mooi. Ik ga plekjes zoeken. En dat gaat goed komen.
Wat een wind. Ik hoop dat jullie moeilijk vinden door de stem, door de wind. Dit was het voor vandaag. Vond u het nou een leuk filmpje? Druk op de like button. U kunt ook abonneren, persoon gratis. En dan zien we u de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Houdoe, groetjes.